Natuurboer Jan Broenink en Evelien Lochtenberg van Vroedvarkens vragen advies aan de leerlingen van Technasium Erasmus om hun producten aan de man te brengen. Wij zijn hier bezig met het project Agro en Food. En dat gaat over duurzaam eten, duurzame landbouw, duurzame veeteelt. Ons taak is om een adviesbureau op te richten en om daar een project bij te verzinnen, zeg maar. Als in dat we eten duurzaam maken en landbouw duurzaam maken en zo. Nou, wat uniek is aan een technasium is dat leerlingen in groepjes werken, wat je op de achtergrond ook kunt zien. Dat betekent dat ze goed moeten samenwerken met elkaar, goed moeten overleggen. Ze werken met planningsvaardigheden. Ze zorgen dat alles goed gedocumenteerd wordt. Het is belangrijk dat ze leren om een verslag te schrijven, presentatie te geven aan een opdrachtgever, wat we ook vanochtend hebben gezien. Ik ben van Adviesbureau Aarde. Dat staat voor Anders Advies Richting Duurzame Existentie. En wij adviseren mensen om zo duurzaam mogelijk met de aarde om te gaan en zo duurzaam mogelijk te eten. En dat doen wij aan de hand van adviezen. En ons motto luidt daarom ook: een kleine bijdrage kan een groot verschil maken. En wij willen met een kleine bijdrage, dus een klein advies, willen wij zorgen dat er een groot verschil komt in de klimaatverandering en in de duurzaamheid en in de wereld. Dit is ons logo. We hebben een keuze gegeven tussen de vergaande kant van de aarde, dat is wanneer het hele klimaatverandering doorzet en al het leven niet meer goed is. En we hebben de kant van de aarde waar alle dieren een goed bestaan hebben en klimaatverandering juist niet heel erg doorzet. En wij proberen die kant van de aarde te krijgen. Dus al dat soort vaardigheden die ontwikkel je bij het technasium van de eerste klas tot en met de vijfde of zesde klas. Je kunt ook examen doen in het vak. Wat dat betreft is het een vak waarbij je vaardigheden die je eigenlijk al op de hogere school, het HBO of het WO, ontwikkelt, maar waar je hier al op de middelbare school mee bezig kunt gaan. Zojuist waren de leerlingen al in gesprek met de opdrachtgever. Nou, de opdrachtgever heeft een bepaalde achtergrond. Dat maakt het natuurlijk interessant voor leerlingen om zich te verdiepen in de achtergrond van de opdrachtgever. In dit geval hebben we boer Jan aan het woord gehoord, die ook een bepaalde levensmotto heeft. En dat is goed om dat leerlingen zich daarin in verdiepen, maar ook wat zijn beroep inhoudt. Dus, terwijl ze de opdracht uitgereikt krijgen, is indirect ook een stukje beroepsoriëntatie wat een rol speelt.